7 november was weer de Allerheiligenmarkt in Winschoten. Of zoals de Sodomers zeggen, het rintje. Het is voor de 196ste keer dat deze markt gehouden werd. Otto en Ties slenterden door de gezellige straten en maakten de volgende sfeerreportage. Boeren, burgers, ik moet nu! Elk jaar in november, Ties. Nou, verdorgen, is zoiets dat we weer een winstkoop willen. Door de maaktouw, door het drillen. En daarom rouw ik hier in Roosalon. Ik ben Abel, hartelijk welkom. Ik ben er. Nou, smok je been. Dat was een vrouw ook, hè? Ja, ja. Dat was een vijand, was op binnen. Ja, hoor. Juist van de kermis. Ja. Ik heb wat gemist daar zo. Ik neem aan dat dat de borrel is. Ja, en ja. De hoe heet dat? En de oliebol. Oliebol. Ja. Ja. Nou, het ligt in aan de organisatie. Ja. De burgemeester die wilde niet meer dat er 's morgen drank geschonken werd. Ja. Omdat er dus 's middags nog een aantal ambtenaren aan het werk moeten. Ja. Maar het drankje heb ik heel bewust voor gekozen. Als ik zie dat alle ellende die ik tot nu toe in mijn gemeente heb gehad, is allemaal drank gerelateerd. En dan vind ik het niet goed dat je als bestuur het voorbeeld geeft door 's morgens vroeg in volle maat met keten om, daar al drank staat te nuttigen. Dat is niet wat ik wil uitstralen naar mijn gemeente. En ik heb ook even bij de opening gezegd van goede tradities moet je behouden. Daar ben ik ook erg voorstander van. En slechte tradities, daar moet je mee stoppen. En 's morgen vroeg met elkaar aan de drank vind ik een hele slechte traditie. En ik heb nu ook gemerkt, we zijn nu wat anders gaan doen. We zijn wat attracties ingegaan. En mensen hebben ook veel meer plezier. Dus dit slaat kennelijk toch beter aan. Mevrouw, u bent de jeugd aan het onderwijzen hier? Ja, dit is mijn kleindochter. Okay. Dus die zit regelmatig bij oma het hobbyen. Okay. Oud geleerd, jong gedaan. Hè? Zo is dat, Thies. Ja. Wat zijn jullie aan het maken? Dit is een cadeau-envelopje waar de mensen geld in kunnen doen. Kijk, en die maakt ze dan van mooie papiertjes. Deze is bijna klaar. En dan verkoopt ze die voor 50 cent. Okay. Vind je het leuk? Ja. Hoeveel heb je al gemaakt? Eén. Twee. Dit is de derde. Oké. Okay. Ja. Dit is de derde. Nou, veel succes. Oké, dankjewel, hè. Oké, dan kun je dus hier. En de praktische ervaring van als kooljong zijn, daar voerden we hier als tweede en derde machinist op. Heb ik nog in de kop. Dat gaat nou weer over. En nu restaureer ik bij Brons en Appengedaan bij de stichting. Zo'n motor als drijfcilinder. En ik probeer dus een model noord te bouwen. En ik denk dat ik de enige ben in al Nederland. Dat is een model Brons motor is, van het type 8ED. Dat kan best wel. Dat is vrij vertold. Hallo, hier is Vele, de Giezelbaag blozer. Hé, hey, Muurt? Ja. Ja. Nou, dan leek goud door. Ja. Ja. Ja.
Vrouwinkje. Ik heb een heel gezichtje! 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 Ik heb een heel gezichtje!